In de vorige twee afleveringen hadden we het over schaamte. De schaamte die mensen vaak hebben om hulp in te schakelen. Ze zien het vaak als een soort verliezen. Maar ik vind het juist krachtig dat je durft op te komen voor jezelf. Zo ook bij het aanvragen van hulp bij Stichting Leergeld. Ik weet wat voor een leeuwin ik word als ik moet opkomen voor mijn kinderen. En niet alleen mijn eigen kinderen, maar ook de kinderen van mijn klas. Ik zou bijna alles voor hen doen om hen het beste te kunnen geven. En toch is het begrijpelijk dat op de website van Stichting Leergeld de volgende vraag staat. Hoe voorkomt Stichting Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg? En het antwoord op die vraag luidt als volgt. Leergeld begrijpt dat u niet met uw privésituatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Ze willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Uw kind of andere kinderen hoeven er niets van te merken. Een van die hulpvragers begrijpt dat gevoel van schaamte maar al te goed. Enthousiast vertelt hij over de jaren dat hij samen met zijn gezin hulp gekregen heeft van Stichting Leergeld. Schaamte heeft plaats gemaakt voor enthousiasme. Domingos, vertel eens wie je bent. Mijn naam is Domingos Mwanza. Ik ben 23 jaar. Ik woon sinds kort in Eindhoven. Ik ben in het dagelijks leven ben ik zelf een topatleet. Ik doe zelf 60 meter en 100 meter sprint. Daarbuiten doe ik zelf ook personal training geven. En ik zet me vooral in om kinderen te motiveren om een kans te grijpen in hun leven. Nou, denk bij wat Stichting Leergeld doet, dan probeer ik daarbij ook bij te dragen. Oh, wacht eens even. Een topatleet? Dat konden filmmakers Chris Kinders en Wilde Koning niet zomaar voorbij laten gaan. Dus trokken ze naar de atletiekbaan AVV in Valkenswaard. Eens even kijken wat ze allemaal gefilmd hebben daar in Valkenswaard. Ah ja, we zien hier Domingos bezig aan zijn opwarming. Altijd belangrijk wanneer je gaat sporten, bij elke sport. Anders kunnen er wel eens blessures komen. En natuurlijk hebben we ook schoenen met spikes nodig op de atletiekbaan. De startblok. En Domingos zijn spikeschoenen in close-up. Op uw plaatsen, start! Amai, Domingos, ik zou je niet kunnen bijhouden. Maar we hebben Domingos eigenlijk onderbroken in zijn voorstelling. Wat doe je nog buiten het sporten? En waar liggen jouw roots? Ik kom zelf uit Angola. Ik ben zelf daar ook geboren, samen met mijn ouders. En de rest van mijn broertjes zijn allemaal hier geboren in Nederland. Hoe ben je eigenlijk in Nederland terechtgekomen? Hoe ben ik hier terechtgekomen? Ja, dat is een goede vraag. Waar ik vandaan kom was helaas oorlog. Qua situatie was eigenlijk niet goed. Toen hebben mijn ouders eigenlijk besloten om eigenlijk thuis op te geven en een betere toekomst te geven aan hun kinderen. En nu wonen we eigenlijk hier in Nederland. Kun je je nog iets herinneren van jouw jeugd in Angola? Ik kan moeilijk beantwoorden dat ik vertrouwen had. Ik was zelf 1,5 jaar toen ik hier kwam, dus ik herinner eigenlijk me niks. Weet je ook waarom ze juist voor Nederland gekozen hebben? Dat durf ik niet te zeggen. Waarschijnlijk omdat Nederland op dat moment eigenlijk als het beste land werd beschouwd in de wereld. Heb je soms spijt dat jullie je vaderland hebben moeten achterlaten en een totaal ander land de draad weer hebben moeten opnemen? Nee, ik heb geen spijt. Natuurlijk, je wilt graag weten waar je vandaan komt. Ik ben natuurlijk een paar jaar geleden daar naartoe geweest voor de eerste keer. Maar wat ik hier heb opgebouwd en wat ik hier doe, ben ik echt tevreden. Hadden jullie daar familie of vrienden die jullie hebben moeten achterlaten? Mijn familie woont daar. Ik heb nog een oma die daar woont. Ik heb
erg dichtbijzijnde ooms en tantes, neefjes en nichtjes. Ze wonen allemaal daar. Dat was vast geen gemakkelijke beslissing van je ouders om hen achter te laten. Natuurlijk is het wel lastig. Want ja, je eigen kleinzoon die ver is, meer dan 1000 kilometer ja, vandaan. En dat is alleen maar, ja, je moet gewoon proberen met elkaar in contact te blijven. En gewoon weten ook, ja, ik heb zelf ook daar familie. En dat is ook het allerbelangrijkste. En als kind helemaal niet gemakkelijk. Vaak zijn er op school zo grootouderdagen of dat ze je iets vragen over jouw opa of oma. Je hebt ze wel, maar ze leven in Angola. Moeilijk hoor. Vroeger vond ik het wel lastig. En tot heden is het ook wel lastig. Vooral toen je jong was, ja, dan had je opa en oma dag. Ja, waar was je oma, waar was je opa? Helaas niet. Dus de enige opa en oma die voor mij waren, zijn mijn ouders. Ik beschouw mijn ouders als een opa en oma, maar ook als mijn echte ouders. Ze zijn eigenlijk alles in één voor mij. Dat raakt ons toch diep. Wat kan ik beantwoorden? Het is gewoon, je wilt graag zijn bij je geliefdes. Gewoon de echte mensen waar je mee bent opgegroeid, die jou in de wereld hebben gebracht. Dat zijn de belangrijke mensen. Zonder familie ben je eigenlijk niets. Dat is het enige wat ik kan beantwoorden. Je vertelde al dat je ook broers en zussen hebt die in Nederland geboren zijn. Hoe is dat gevoel bij hen? Nee, die weten niet beter. Nee, die zijn gewoon hier echt opgegroeid. Ik heb nog een zusje die ja, nog wel een beetje Portugees kan praten. Dat is onze vader en moedertaal. En de rest zijn echt gewoon echt meer typische Nederlandse kinderen. Ze spreken de taal vloeiend. Ze doen gewoon echt wat de Nederlandse kinderen doen. Ze kunnen een beetje Portugees. Spreken jullie dan Portugees thuis? Als ik eerlijk mag zijn, thuis praten we eigenlijk meer, 99% praten we meer Nederlands. Mijn ouders praten ook Nederlands. Natuurlijk af en toe praten ze ook wel Portugees of een ander dialect onderling met elkaar. Dat kunnen we ook verstaan. Maar we praten meer Nederlands. Omdat wij het ook wel belangrijk vinden om Nederlands goed te beheersen. Want overal je naartoe gaat, moet je Nederlands kunnen praten. Anders kom je echt niet ver in het leven. Vooral hier in Nederland dan. En wat vind jij van de Nederlanders in het algemeen? Hoe vind je Nederlands? Ik kan niet oordelen. In ieder land, of noem het allemaal, heb je allemaal van die rotte appels of goede appels, noem het allemaal op. En ik zie gewoon de goede in een mens. Ik kan niet zeggen van iedereen is slecht of dat groep is slecht, nee. Voor mij is gewoon iedereen perfect, gelijke kans, respect is op nummer 1. Verpest jij het zelf, ja, dan kun je het gewoon verwachten dat anderen jou ook niet respectvol gaan behandelen. Hoe ben je in contact gekomen met Stichting Leergeld? Ja, hoe ben ik met Stichting Leergeld in contact gekomen? Dat begon eigenlijk sinds jongs af aan, toen ik nog jong was. Nou, niet lijkt dat ik oud ben of zo, maar toen ik nog jong was. Mijn moeder die werd aangesproken op school, bij mijn oude basisschool in Reuzel. Ze kreeg een flyer, kreeg ook informatie van de directrice. En daar is eigenlijk gaan rollen. De mensen rondom jou zagen jouw talent. Wat was je dan voor een kind? Het ging meer ook van, sinds jongs af aan kent iedereen, weet van iedereen, maar was eigenlijk ook echt een fanatiek jongetje. Vooral veel bewegen, sporten, allerlei dingen, zat eigenlijk gewoon in mij. En natuurlijk als je gewoon echt ziet dat een kind talent heeft, of misschien je broertje, zusjes, weer als ouders zijn, maar ook de mensen die iets in mij zagen, wilden ook echt iets laten uitkomen in mij. En ja, sommige mogelijkheden konden mijn ouders helaas niet voor mij betekenen. En daardoor kon de stichting Leergeld wel iets voor mij betekenen. En zijn jouw ouders ook sportief? Mijn vader heeft vroeger ook gevoetbald, vooral keeper. Wat hij ook mij vertelt met trots dat hij ook heeft gebokst. Gewoon echt van die show worstelen, vond hij helemaal geweldig. Mijn moeder was ook fanatiek in het basketballen zelf. Soms probeer ik haar uit te dagen en zeg van, nee, ik ben moeder, ik ben oud, dus hoef niet meer. Maar ik heb wel een sportieve familie. Het zit in ons. Dat sporten, is dat belangrijk voor jou? Oh ja, voor mij is het zo belangrijk dat ik ging sporten. Vooral wat ik in het dagelijks leven doe, sprinten. Ja, dat kon ik eigenlijk niet als ik niet vroeger werd geholpen. Je bent dus een echte sprinter. Wat kun je leren uit dat sprinten? Helpt het jou doorheen jouw leven nu? Wat kan je leren aan sprinten? Nou, als ik mezelf mag vertellen
wat ik eigenlijk, wat ik met mijzelf doe. Het is gewoon van alle energie, alle dingen kan ik in één keer laten uitkomen. De explosiviteit. Je zit in die startblok, je focus en misschien alle woede of frustraties of bepaalde dingen waar je denkt van hey, die moet eruit. Die kan ik proberen om te zetten in snelheid. Dat ik probeer 100 meter te sprinten in 11 rond of misschien sneller of noem het dan maar op. Dus dat is eigenlijk wat in mij zit. De explosiviteit, de power. Je ziet er een hele vrolijke man uit. En die woede of die frustratie, daar heb je toch niet veel last van, of wel? Nou, ieder mens heeft wel emoties. Natuurlijk heb ik wel emoties. Maar het ligt aan hoe je met die emoties omgaat. Ik ben een vrolijk jongen, ik hou echt van lachen. Ik probeer iedereen bij te betrekken, zo sta ik ook bekend om. Alleen ja, ik probeer gewoon met mijn sport gewoon te focussen en denken van oké, nu kan ik ieder moment de startsignaal gaan klinken en dan moet ik proberen al mijn power uit te halen. En zo uit ik mijn emoties. En kreeg je enkel hulp bij het sporten van Stichting Leergeld? Nou, de stichting heeft wel meer geholpen dan sport. Want iedereen kent mij als sportzijnde, topsporter, hoe je het kan noemen. Nou, de stichting heeft natuurlijk geholpen ook met school. Dat ik ook bijvoorbeeld bepaalde activiteiten mee kon doen. Denk aan bijvoorbeeld aan schoolspullen, zulke dingen meer. Ja, dat heeft mij ook enorm geholpen. Het lijkt mij verschrikkelijk als je als kind niet mee kunt doen aan een schoolreisje of wat dan ook. Maar natuurlijk is het een heel slecht gevoel als een kind niet mee kan doen. Gelukkig heb ik daar niet in mijn leven niet meegemaakt of mee mogen maken. Alleen het is gewoon dramatisch, want ik ken ook zelf jongeren die gewoon net zo oud zijn als ik. Die gewoon bepaalde dingen in het leven eigenlijk helemaal niet konden. Denk aan verjaardag vieren of een sport beoefenen. Of als ze graag iets willen met het theater, dat konden ze niet. En dat is als het ware echt erg. Uitgenodigd worden voor kinderfeestjes. Aan de ene kant heel fijn dat je meetelt, maar aan de andere kant een probleem. Want er wordt natuurlijk wel van jou verwacht dat je een cadeautje meeneemt. En daarvoor was meestal geen geld. Werd jij ook wel eens uitgenodigd op een verjaardagsfeestje? Nou, natuurlijk. Het werd je veel gevraagd door kinderen. Maar persoonlijk vind ik dat je niet aan een kind of ander kind, vooral op een jonge leeftijd, een duur cadeautje hoeft te geven. Het gaat meer om een symbool, een signaal. Als ik een kind bijvoorbeeld een zak snoep geef, heel veel snoep, ja, dan laat je zien van yes, dit vindt het kind helemaal lekker. Dan komt bepaalde vrolijkheid naar boven. Ook geef ik misschien iets, een speelgoedautootje wat misschien voor 2 euro is, maar dan kan hij wel mee spelen. Je hoeft niet altijd iets duurs te geven aan iemand. Iets goedkoops kan ook heel geweldigs opleveren. Je bent erg enthousiast over Stichting Leergeld. Ze hebben dan ook het een en het ander voor jou mogelijk gemaakt. Ja, ze hebben mij, wat ik eigenlijk vertelde, ze hebben mij natuurlijk geholpen ook met sommige dingen van school. Zoals schoolspullen, zoals pennen, schriften, wat je eigenlijk in het aankomende jaar van school nodig hebt om goed te kunnen studeren. Maar met sporten vooral. Mijn ouders hebben ook jaren betaald voor mij om de contributie te betalen. Maar geen moment, dan ging je hoger. Je zagen wel in mij dat ik wel meer kon dan een recreatieve niveau. En hoe hoger je gaat, hoe meer kosten gaat leveren. Denk aan voeding, aan materialen, goede spijkschoenen. Schoenen met allemaal puntjes eronder om goed te kunnen sprinten. Ja, dat komt meer bij kijken. Daar hebben ze mij bij geholpen. Hoe voelt het om geholpen te worden door de stichting? Jouw ouders hebben hun schaamte misschien opzij gezet om hun kinderen mee te laten tellen. Het voelt goed. Het voelt goed. Waarom zeg ik dat? Ik had 2 keuzes. Of misschien hadden mijn ouders 2 keuzes. Of ik zou gewoon thuis zitten. En een totaal ander Domingos zijn. Misschien niet een vrolijke Domingos hoe je mij nu ziet. Of ze hebben gewoon echt de keuze, wat ze uiteindelijk, godzijdank, hebben gekozen. Om een Domingos hier neer te zetten. Die me trots en verhaal kan vertellen. Maar die ook zichzelf kan bewijzen van, ik heb iets in mij. En dat vind ik belangrijk. En dat ben ik mijn ouders heel dankbaar voor. Wat betekent voor jou het woord rijkdom? Ik denk alleen maar, ik zie mezelf als een normale kind. Gewoon bijvoorbeeld is misschien Spietje of Ali rijk. Dat maakt me niet uit. Geld zegt niets.
Uiteindelijk gaan we dood. Dan verlaat je alles hier in de wereld. Je neemt niet geld, rijkdom mee. Zo zie ik het niet. Ik zie gewoon van iedere kans die ik kan grijpen, die mensen mij geven, die neem ik aan. En dat is mijn rijkdom. Hoe gaat het met jouw sportloopbaan? Nog steeds een grote motivatie? Nou, het gaat goed. Alleen met de corona is helaas minder. Geen veel wedstrijden kunnen lopen. Helaas ben ik vorig jaar geblesseerd geraakt. En heb ik niet echt een super tijd kunnen lopen. Nu zijn ze meer aan het kijken dat je bepaalde tijd moet neerzetten. Om mee te doen met Nederlands kampioenschappen en noem het dan maar op. Maar ik blijf in mezelf geloven en gewoon blijven trainen. Dat is Domingos. En hopelijk sta ik weer ergens te shinen. Hadden jouw ouders belangstelling voor jouw sportsprestaties? Stonden ze wel eens langs de atletiekbaan of gingen ze wel eens mee? Sowieso mijn ouders beide, maar mijn vader ging overal met me mee. Echt hoor, sinds jongs af aan, toen ik 5 was, begon het atletiek verhaal. Ging mee naar de trainingen, iedere keer, wedstrijden. Hij was gewoon een soort coach voor mij. Dus eigenlijk gewoon meer van, ook echt zo'n predikant van Domingos. Focus, je kunt dit, noem het dan maar op. En ja, dat is echt mijn vader. En jouw moeder, wat deed zij allemaal om jou te ondersteunen? En mijn moeder was ook echt van, mijn zoon is thuis, wat ga ik hem te eten geven? Zal ik hem gewoon echt gezond, noem het dan maar op. En mijn moeder doet het goed, dat ik zo mag zeggen. We eten dagelijks eigenlijk gezond. Heel af en toe gaan we een beetje lopen cheaten, gewoon even ongezond eten. Maar daar praat ik niet over, maar we doen het goed. Dus, hoe je het draait of keert, jouw ouders probeerden zich, ieder op zijn eigen manier, in te zetten om jou te ondersteunen en te helpen? Nou, mijn ouders doen sowieso alles aan om mij op het juiste pad te houden. Niet omdat ik daarnaast dingen doe wat niet mag. Nee, zo ben ik niet. Maar ze praten met mij. Domingos, wat zijn je doelen? Domingos, hoe denk je in een korte termijn of een langer termijn? Wat wil je bereiken? Zijn er misschien dingen die bij jou kunnen helpen? Ze proberen me heel veel advies te geven en me te laten denken van, misschien heb ik dat niet over nagedacht. Misschien kan ik dat doen. En dat zijn eigenlijk, mijn ouders doen heel veel voor mij om mij op de juiste manier naar mijn doel toe te brengen. Je bent in het dagelijks leven ook personal coach. Je hebt dat precies van jouw ouders meegekregen. Ja, mijn ouders zijn sowieso aan mij doelgericht aan het laten werken. Vooral nu, omdat ik ook personal coach ben. Is puur omdat ik mijn eigen ervaring, mijn eigen ding wat ik allemaal heb meegemaakt. Van in het leven, zoals in sport. Om mensen daar motivatie te geven. Om te laten zien waar je vandaan komt. Ook misschien heb je overgewicht, weeg je 130 kilo. Of ben je misschien kei gespierd of misschien heb je longklachten. Dat je alles in je leven kunt behalen als je in jezelf gelooft. In jezelf geloven. Hoe doe je dat, in jezelf geloven? Niet gemakkelijk soms. Ja, natuurlijk is het heel belangrijk om in jezelf te geloven. Waarom? Als ik kijk waar ik vandaan kom. En wat ik allemaal aan het begin had, was eigenlijk gewoon, bijna niets. De enige wat ik eigenlijk had, is mijn familie. En wat vrienden om me heen. Dat is eigenlijk mijn primair punt nu boven. Maar je moet ook weten van, dat is jouw nummer 1. Maar hoe ga je verder uitbreiden? Je moet in jezelf blijven geloven. Je hoeft niet naar anderen te kijken van, hij heeft een goed nieuwe fiets of noem het dan maar op. Nee, want ik heb altijd in mezelf geloofd. Als ik zie dat iemand dat ook heeft, denk in jezelf van, dat ga ik ook binnenkort krijgen. En dat ga ik binnenkort ook behalen. En zo ben ik stap voor stap gaan klimmen. En dan ben ik eigenlijk een Domingos geworden die iedereen kent. Zoals een sporter, als een personal trainer. Maar ook iemand die inzet voor kinderen. Maar ook vooral met probleemjongeren probeert samen te werken om iets moois te zetten in de maatschappij. Makkelijker gezegd dan gedaan. Zoiets gaat niet in 1, 2, 3 in jezelf geloven. Wat is jouw stappenplan? Mijn stappenplan? Dat is gewoon blijven geloven. Dat wat ik nog steeds doe. Trainen. Doel in het leven. Ik ben iemand, ik moet een doel hebben in mijn leven. Als ik geen doel heb, dan kan ik net zo goed alles opgeven. En dan kan ik bij Basic Fit voor een goedkoop abonnementje gaan sporten. Maar ik wil gewoon echt laten zien waar ik vandaan kom. Maar wat ook echt in mij zit. Ik heb heel veel capaciteit en dan geloof ik echt in mezelf. Come on, Domingos. Geef ons eens een tip. Wat moeten we doen wanneer we een bepaald doel voor ogen hebben? Als je een doel hebt,
Bijvoorbeeld de speler waar ik graag naartoe wil gaan is, zet op papier wat zijn je doelen? Wat moet je achterlaten? En hoe ver kan je? Maar je moet ook luisteren naar je lichaam. Ik kan alles wel op papier gaan schrijven, maar als jouw lichaam op een gegeven moment denkt van, ik heb last van mijn knie of van mijn heup en ik kan niet meer verder, ja, dan heb je het eigenlijk gewoon behaald waar je moet zijn. Je hoort het vaak tegenwoordig, bootcamp. Maar wat is dat nu eigenlijk? Bootcamp is eigenlijk een soort een groepverband om samen te kunnen sporten. Het is niet individueel. Je bent als een soort familie met elkaar. Je probeert als het ware gezamenlijk een doel te behalen. En wat is nu jouw basisgedachte als coach? Als coach zijnde, probeer ik eigenlijk te zeggen, 5% is voor mij, die 95% is voor jou. En ik probeer als het ware die ene 5% van die 95 om 100 te laten maken, om jou te motiveren om bij je doel te komen. We kunnen samen buddy oefeningen doen waar we gezamenlijk kunnen gaan opdrukken. Nou, bijvoorbeeld kan Samuel heel goed opdrukken samen met Erik. Laat ze samen opdrukken, laat ze gezamenlijk 3x15 herhalingen. De ene kan de andere motiveren om nog die 15 herhaling te maken. En de ander kan misschien de ander nog beter maken. Om misschien nog één meer te maken. Om een 16 herhaling van te maken. Het is gewoon elkaar proberen een balans te zoeken. Om de ander beter te maken. Om ook jezelf. En dat is bootcamp. En dat vind ik mooi. Waarvan moeten wij ons veel meer bewust van zijn, volgens jou? Het grootste probleem bij jullie, dat ik nodig ben. Nou, ik zie het niet als een probleem. Ik denk gewoon van wat ik heb meegemaakt en wat ik graag wil buitenbrengen is, jongens en meisjes, ook ouders, grijp je kans. Het leven is kort, maar als je ook weet dat je bepaalde talenten hebt, maar ook misschien heb je geen talent, maar je wilt graag gewoon iets doen omdat je dat leuk vindt, grijp je kans. Want iedere kans die je krijgt is mooi meegenomen. En dat doet vooral de stichting. Die gebiedt je een kans. En probeer gewoon te kijken hoe ver je kan komen. Ook is het maar voor een recreatieve einddoel. Maar het bepaalt wel jouw leven waar je uiteindelijk komt. Met deze mooie gedachten sluiten we deze driedelige serie over Stichting Leergeld af. Wat we vooral moeten onthouden volgens de Mingo's. Als je in jezelf gelooft, komt het ooit goed. De Mingo's was er vast en zeker ook wel gekomen zonder Stichting Leergeld, met zo'n attitude. Maar hun hulp heeft hem dat extraatje gegeven om te staan waar hij nu staat. En hij is er zijn ouders nog steeds dankbaar voor. We laten Domingo's zijn grootste passie nog eens even zien en we wensen hem nog heel veel succes om zijn dromen waar te maken. Ready, set, go!